Hij werd als tiener al het boegbeeld van de vrijheidsstrijders in Hongkong. En vandaag is hij veroordeeld. Joshua Wong dreef de Chinese autoriteiten met zijn protestacties tot het uiterste. En nu moet hij de cel in. Nog één laatste blik achterom en dan verdwijnt Joshua Wong in het zwart voor ruim een jaar achter de tralies. En dit is waarom. Wong leidde felle protesten voor democratie en tegen de invloed van China in Hongkong. Zijn celstraf is een klap voor zijn aanhangers. It's like no more freedom of speech right now. It's getting even worse in Hong Kong. Hongkong ging in 1997 over van Groot-Brittannië naar China. Toen beloofde China dat Hongkong vrij en democratisch zou blijven. Maar China breekt die belofte nu, onder meer met arrestaties van critici. Joshua Wong is naar verwachting dat ook niet de laatste. Ja, die celstraf is voor veel inwoners van Hongkong het zoveelste signaal dat China definitief de macht heeft gegrepen. Uit wanhoop zoeken sommigen hun geluk ergens anders. Vooral Groot-Brittannië is populair. Hallo, Mrs. Lee, how are you? Bezichtigingen op duizenden kilometers afstand. Deze Britse makelaar is eraan gewend. There is heating in the bathroom. It has underfloor heating. Hij krijgt tientallen opdrachten van families uit Hongkong die een woning zoeken. Obviously, politically, a lot of people think now is the time to. They look at what's going on in Hong Kong. They think now they want to actually move and live in London. Maar sommige Hongkongers zijn al in Engeland. William en Eddie gaan ter plekke op huizenjacht. Samen met hun dochtertje Haley wonen ze nu tijdelijk in dit appartementje in de buurt van Liverpool. I don't want my daughter to be brainwashed. I want her to know what is right, what is wrong. No, nobody would love to stay in a police state, right? Werk, familie en vrienden, alles lieten ze achter. Maar ze hebben vooral medelijden met andere inwoners van Hongkong die deze vrijheidsvlucht niet kunnen maken. I just thought of those youngsters that could not leave Hong Kong. So this is quite sad for me. Yeah, every time I think of this, I can't help. Sorry. 3 miljoen oudere Hongkongers, zoals zij, hebben wel recht op verblijfspapieren. Dat komt omdat zij al geboren waren toen Hongkong nog een Britse kolonie was. Dit is Amerika. Als moderne ontdekkingsreizigers houdt het gezin met vlogs nieuwsgierige Hongkongers op de hoogte. Ze laten zien wat de Britten eten, welke winkels goed zijn en welke buurten slecht zijn. Ze hebben duizenden volgers. Vele vragen tips voor hun eigen verhuizing. No, it's not non-scratchable. Nog een teken dat Britse makelaars aan de bak kunnen. Want naar schatting zullen honderdduizenden Hongkongers een Brits en vrij uitzicht willen.